Als je iets graag wilt hebben, wil je dat vaak ook zo snel mogelijk. Als er een matrijs gemaakt moet worden, die meestal uit veel verschillende onderdelen bestaat, duurt het van de eerste tekening totdat de matrijs daadwerkelijk klaar is, gemiddeld 3 maanden. Alle onderdelen hiervoor worden op verschillende afdelingen en door diverse mensen geproduceerd. De matrijzenmaker maakt zelf geen onderdelen, hij bouwt de matrijs samen. Een grote, behoorlijk ingewikkelde tekening geeft exact aan hoe de matrijs in elkaar gezet moet worden. Hier zie je de opspanplaat van de voormatrijs. De matrijzenmaker veegt telkens met zijn handen de te bewerken materialen schoon om ze stofvrij te maken en te voelen of er geen kleine oneffenheden aan zitten. Dit is de achtermatrijsplaat. De geleidelijsten worden aangebracht en met bouten vastgezet. Daarna wordt de uitwerpplaat gemonteerd. Dit wordt een matrijs die gebruikt wordt bij spuitgieten. Dat wil zeggen dat er onder hoge druk en temperatuur een vloeibaar product in de matrijs gespoten wordt. Hier is dat voor een lager rollertje voor een ordner, dat niet groter is dan 1 centimeter. De uitwerppennen worden aangebracht. Op de achtergrond is een collega een ander matrijsonderdeel aan het slijpen. Uiteraard heeft hij daarbij de nodige veiligheidsmiddelen in acht genomen, zoals een veiligheidsbril en handschoenen. De matrijzenmaker monteert de afstandslijsten en daarna de opspanplaat van de achtermatrijsplaat. Geleidebussen verbinden de matrijs. De uitwerpplaat, waaraan je de uitwerppennen duidelijk kunt zien, wordt met een takel verplaatst. De leidinggevende komt de productvormen of schuiven brengen uit de voormatrijs, die nu gemonteerd moeten worden. Je kunt zien dat er 16 rijen van 4 rollertjes zijn. Als de schijven geplaatst zijn, kan daarna de voormatrijzenplaat worden gemonteerd. Met een loop wordt het product uiterst precies bekeken. Elke kleine oneffenheid in de aanspuitopeningen wordt met behulp van een diamantpolijstmiddel onder de microscoop weggepolijst. Het gaat om honderdste millimeters. In de grote ruimte in het midden van de hotrunnerplaat komt een verwarmingssysteem dat op elektriciteit werkt. Verwarmingstips, neuzen in de matrijs, brengen de hete kunststof direct bij de holtes. Dan komt de opspanplaat van de voormatrijs erop. De andere helft van de voormatrijs wordt op zijn plaats getakeld en gemonteerd met geleidepennen op de hoeken. Het uiteindelijke product, geleiderolletjes voor een ordner.